en welkom allemaal bij mijn eerste filmpje voor mijn decemberseries. Ik ben zo enthousiast erover. Ik vind het zo leuk. Ik heb een tijdje terug al een haul video gedaan over al mijn spulletjes die ik gekocht heb voor mijn decemberalbum. En ik heb besloten om er een decemberserie van te maken voor YouTube. Hij wordt wel iets anders als een december daily of zo. Dat komt omdat ik een... Wij gaan op vakantie, dus het wordt eigenlijk... Gewoon mijn december vakantiealbum. Maar wel met kerstpapier. En ook met... het blijft natuurlijk vakantie en de kerst weer. Dus ik wilde eigenlijk bij dit filmpje laten zien dat je meer uit je papier kan halen. Door ook de verpakkingen te gebruiken om ephemera en dergelijke mee te maken. Ik heb al mijn grote papieren gesneden op 3x4 en 4x6 kaartjes. En ook het papier wat uit de paperpack kwam, dat was 6x6 papier. En daar zit op de voorkant een heel mooi lijstje met wat voor papiertjes erin zitten. En dat is van heel mooi karton. Dus dat is echt perfect om daar embellishments van te maken. Want de patroontjes die zijn wat kleiner als de patroontjes op de papiertjes. Dus ik heb mijn ponzen erbij gepakt en hartjes, rondjes, cirkeltjes... kleine chevronnetjes en dat soort labeltjes en dat soort dingetjes gewoon allemaal geponst uit de restjes van mijn papier. En eigenlijk niet eens de restjes, van de voorkant van mijn papier, wat je eigenlijk normaal misschien wel weg zou gooien. En omdat ik toch dit hele papier wel op ga gebruiken in mijn albumpje, was het echt perfect. En zoals je ziet, dit is de voorkant van mijn paperpack. En ook daar zitten al die kleine vierkantjes in. Die je kan gebruiken voor embellishment. Want het is van mooi stevig karton. Ik heb er heel even aan gedacht om ze als vierkantje te gebruiken. Maar er zit op elk vierkantje zit een schaduwrandje. Dus ik heb er toch besloten om te ponsen. Ik gebruik hier een kleine banner punch van Stampin' Up. En de roze is van American Crafts. Dat is een knockout punch. En ik moet echt zeggen dat ik positief verrast was voor die knockout puntjes. Want ja, ik had toch een beetje wat mindere kwaliteit verwacht. Want de prijs is ook wel iets minder als die EK Succesponsen. Maar ze zijn echt leuk. En deze kleintjes, dat zijn dus EK Succesponsen. En dan pons ik nog kleine cirkeltjes uit. En sterretjes. Dit zijn sterretjes, geloof ik. Ja, en zo maak je toch gewoon eventjes net wat meer uit je papier en uit je spulletjes. Dus dit wilde ik graag met jullie delen. Dit is mijn eerste filmpje voor mijn decemberseries. De volgende filmpjes die je gaat zien zijn procesvideo's voor foundation pages. Dat zijn pagina's die eigenlijk al klaar zijn. Er hoeft alleen nog maar een fotootje op. En ik hoop jullie terug te gaan zien in de andere filmpjes. En dat jullie het leuk vinden om het allemaal te gaan kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.